Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In het eerste deel gaan we praten met de directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, de heer Stefan Fauquet. We praten met hem over zijn aanstaande pensioen en zijn loopbaan in de erfgoedsector. Kijkt u mee. Goedendag meneer Fauquet, welkom in ons programma In Gesprek Met. We praten vandaag over uw carrière bij de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en uw aanstaande pensioen. U heeft me eerder verteld dat u 32 dienstjaren heeft. Wat is uw motivatie geweest om in de erfgoedsector te gaan werken? Mooie vraag. Toen ik op de lagere school zat, had ik een geschiedenisjuf die heel goed kon vertellen. En ik heb een groot inbeeldingsvermogen, dus als ze zo aan het vertellen was, kon ik als het ware teruggaan in de tijd. Ik zag gewoon alles voor me. En geschiedenis, erfgoed is mijn passie. En toen ik terugkeerde uit Nederland van studie, ik ben in oktober 1991 afgestudeerd in Nederland, Universiteit van Utrecht. En februari 1992 ben ik teruggekeerd naar Suriname en 1 maart ben ik in dienst getreden van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Daar heb ik 5 jaar gewerkt en op een gegeven moment die zich de mogelijkheid voor om bij de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname te komen werken. Men was pas begonnen met het oprichten van de stichting en men was op zoek naar personeel. Ik ben toen 3 maanden uitgeleend geweest, want de stichting viel onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En ik ben dus eerst 3 maanden uitgeleend en na de 3 maanden heb ik een verlenging gehad van nog eens 3 maanden. En op een moment zei mijn minister van, je gaat die knoop nu moeten doorhakken, wat wordt het? Ga je blijven bij RO of ga je overplaatsing gaan vragen naar onderwijs? En toen heb ik de knoop inderdaad doorgehakt en ik ben als stafmedewerker begonnen bij Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. En op een moment ging de directeur terug naar Nederland. Dat was een interim directeur en ik heb toen waargenomen gedurende ongeveer 1 jaar. En na dat 1 jaar ben ik toen benoemd als waarnemend directeur en vervolgens als directeur. En ik heb dus nu 27 jaar werk ik bij de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. En wat zijn enkele hoogtepunten geweest binnen uw carrière bij Stichting Gebouwd Erfgoed? Natuurlijk de plaatsing, de voorbereiding van het nominatiedossier voor de plaatsing van onze oude binnenstad op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Daar hebben we aan mogen werken en de site is in 2002 geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Vervolgens hebben we mogen bijdragen aan de oprichting van Stadsherstel Suriname. Dat is een organisatie, een particuliere organisatie die zich richt op het aankopen van vervallen monumentale panden en die ze vervolgens restaureert en eigenlijk nieuw leven weergeeft. De aanwijzing van de eerste monumenten van Paramaribo. Voor 1999 hadden we nog geen officiële beschermde monumenten. En daar hebben we dus samen met de Commissie Monumentenzorg, dat adviesorgaan van de minister van Onderwijs, hebben wij dus ervoor gezorgd dat de eerste groep, grote groep historische panden, het gros waren historische panden, zijn toen aangewezen als officieel monument. Dat is ook allemaal in het kader van de hele nominatie van onze oude binnenstad geschied, want de panden moesten een beschermde status hebben bij wet. En ja, wat nog meer, een heleboel andere hoogtepunten. We hebben mogen bijdragen aan het eerste nominatiedossier, eigenlijk de eerste versie van Joden Savanna. Ik ben zelf ook bestuurslid van Stichting Joden Savanna en Joden Savanna is vorig jaar september geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dus dat zie ik ook als een hoogtepunt in mijn carrière, dat ik aan 2 nominaties heb mogen meehelpen. Ja, de verzelfstandiging van het Openluchtmuseum Fornia Amsterdam. Het was een tijdje, in de jaren 80 was het onderdeel van het directoraat cultuur. Het was een hele vloedende boel.
En op een moment is toen met behulp van een samenwerking met het directoraat cultuur en het Zuiderzeemuseum is het toen gekomen tot de verzelfstandiging van het Openluchtmuseum. En het Openluchtmuseum heeft toen een aantal jaren heel goed gedraaid. Er zijn een aantal restauraties uitgevoerd, waaronder van de beide kruithuizen, van de strafgevangenis. En ja, toen draaide het goed. Op een moment kregen we weer een terugval. Maar we hebben dus wel bijgedragen aan het weer nieuw leven inblazen van het Openluchtmuseum van Amsterdam. Ja, verder de aanwijzing van de eerste monumenten in de overige districten, waaronder Nikeri, Koruni, Saramaka, Para, Kamowena. De restauratie van gebouwencomplex van Plantage Vredesdorp. Dat was een heel groot project en in feite heeft dat project bijgedragen tot hernieuwde belangstelling voor het Plantage erfgoed in Kamowena. Ja, op een gegeven moment kreeg je een spin-off naar Peperpot, Plantage Peperpot. Daar heb ik onder een andere pet heb ik kunnen bijdragen aan het redden van de oude koffieloods. Dat was in een heel vervallen toestand. En we hebben toen ervoor gezorgd dat het hoofdframe, het houten frame van de koffieloods werd gerestaureerd en een compleet nieuw dak op werd gezet. En dat heeft eigenlijk als basis gediend voor de verdere restauratie jaren later. En als je nu kijkt, nu gaat naar Peperpot, zie je dat er een prachtige koffieloods is, staat. Maar we hebben in feite de basis gelegd tot behoud van die koffieloods, anders hadden we die koffieloods verloren. Ja, wat nog meer. Ik kan zo doorgaan. De restauratie van Nola Hatterman Instituut, dat is ook via onze stichting gegaan. De herbouw van het kookhuisje naast Nola Hatterman Instituut, dat nu als kunstenaarsatelier wordt gebruikt. Ja, en een heleboel ander werk. Ja. Natuurlijk heeft u ook uitdagingen gekend in uw carrière. Wat zijn enkele van die? Eigenlijk was het roeien tegen de stroom op wat behoud van ons erfgoed betreft en het heeft allemaal te maken met bewustwording. Pas als mensen bewust zijn van de waarde en de betekenis van ons erfgoed, dan gaan ze het echt waarderen. En over de 27 jaar hebben we toch gemerkt dat er toch wel schort aan bewustwording. Je moet met de kleintjes beginnen. En dat is hoe ik op de lagere school schat, derde klas, vierde klas, waar geschiedenis een grote impact op me heeft gehad. Zo moet je eigenlijk op de basisschool beginnen met het bijbrengen van de jonkies. Geschiedenis, erfgoed, wat de betekenis ervan. En dan krijg je dat de hele generatie gaat opgroeien die belangstelling zal hebben en ook ons erfgoed gaat waarderen. Wat is het geval? We hebben nu een generatie die is opgegroeid, en zeker meer dan 14 jaar geleden, waarbij we eigenlijk een hele dip hadden in de toestand van onze oude binnenstad. De binnenstad zag er heel vervallen uit. Er was geen geld voor restauratie, er werd in feite niet gerestaureerd. En in die periode is eigenlijk een hele generatie opgegroeid, Surinamers opgegroeid, die binnenstad niet anders heeft gekend. Kijk, ik werk in die binnenstad, ik kom er dagelijks, maar ik zie wat er gebeurt in die binnenstad. En de jongeren die zijn opgegroeid en die kennen de binnenstad niet anders dan alleen maar die vervallen toestand. Ze kunnen niet terugkoppelen naar een eerdere periode dat die binnenstad er beter aan toe was. Ik kan nog reflecteren naar eerdere periodes waarbij de binnenstad in goede toestand, conditie was. Maar zij konden dat niet doen. Dus zij zijn opgegroeid met het idee van, ja, is dit het? Weet je? Dus ze kennen die binnenstad niet anders. En dan kreeg je al gauw een generatie die zegt van weg met die troep. Toch? Liever een moderne binnenstad. En die heeft dus geen waardering van het binnenstad. Ik generaliseer natuurlijk, maar er zijn natuurlijk ook wel degelijk jongeren en Surinamers die zich bewust zijn van de waarde en de betekenis van ons erfgoed. En verder is het gedurende de 27 jaar hebben we de meeste tegenstand gehad
van onze eigen overheid. Wat behoud en bescherming van ons erfgoed betreft. Niet van de particuliere monumenteneigenaren, het is de overheid. En tot op de dag van vandaag, met het hele gedoe met de bouw van de nieuwe DNA-zaal, is het nog steeds onze eigen overheid die de regels naar zich neerlegt en gewoon doorgaat. Dat is, wij zijn zelf overheid, maar van de overheid verwacht je dat het goede voorbeeld geeft. En ja, helaas is dat niet het geval geweest de afgelopen 27 jaar. U heeft een loopbaan van 27 jaar binnen de erfgoedsector. Welke wijze lessen neemt u mee of heeft u geleerd in die periode? Mooie vraag. Welke wijze lessen? Dat ons erfgoed de moeite waard is om te behouden. En eigenlijk maken we veel te weinig gebruik om het erfgoed in te zetten als motor, als motor voor de ontwikkeling van onze stad. Er wordt te weinig economisch voordeel gehaald uit ons erfgoed. En er zijn genoeg voorbeelden in de regio. En de beleidsmakers, de ministers, die reizen ook naar het buitenland. En die zien ook hoe het toegaat in de andere landen, waar het erfgoed wel wordt ingezet, waar je wel economisch voordeel uit kan halen, maar het beleid is er niet opgericht. En het vervelende is, het zijn juist van buitenlanders moet je horen wat voor prachtig erfgoed we hebben. En onze eigen mensen, zeker van de overheid, dat valt tegen. En als we toch een algemeen beeld proberen te schetsen, kunt u ons uitleggen wat de rol van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname is geweest en nu is bij het behoud van het Surinaamse erfgoed? In principe zijn we opgericht met de bedoeling één, te zorgen dat onze oude binnenstad op de UNESCO Werelderfgoedlijst werd geplaatst. Twee, het oprichten van een monumentenbeheerinstituut. In feite is dat geworden Stadsherstel Suriname. Drie, het adviseren van de minister, directeur cultuur, de commissie monumentenzorg. En eigenlijk alles wat met monumentenzorg te maken heeft om daar een steentje aan bij te dragen. Maar we hebben de afgelopen periode hebben we ontzettend veel werk verzet. We zijn heel breed bezig. We houden ons met diverse aspecten van erfgoed bezig. Niet alleen met materieel erfgoed. Materieel erfgoed kan je verder verdelen in gebouwd erfgoed, zoals historische gebouwen, historische begraafplaatsen. Het woordje funerair erfgoed is de laatste jaren in zwang geraakt. Klinkend erfgoed, dus de historische pijporgels, de torenklokken, de torenklok van Financiën, het carillon, de luidklokken zoals we die kennen bij de kerken. Dat valt allemaal onder de noemer klinkend erfgoed. De militair erfgoed, de verschillende forten, plantage erfgoed, we kunnen zo eindeloos doorgaan. Nou, we zijn heel breed bezig en ook met wet en regelgeving, we hebben ook mogen bijdragen aan de vernieuwing van de monumentenwet. Er was een verouderde wet, historische monumenten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. En er is toen op een moment een nieuwe monumentenwet gekomen. We hebben ook bijgedragen aan, of we hebben het initiatief genomen om regelgeving voor te bereiden voor nieuwbouw binnen de UNESCO Werelderfgoedsite. Naast de normale bouwrichtlijnen die gelden voor het bouwen in Suriname, hebben we bijgedragen aan de totstandkoming van bijzondere bouweisen die specifiek zijn voor de UNESCO Werelderfgoedsite en de bufferzones. En die hebben te maken met de vormgeving van de nieuwbouw, de hoogte, de schaal, et cetera. En daarvoor is er een speciale bouwcommissie bij het ministerie van Openbare Werken die ontwerpen voor nieuwbouw in die binnenstad toetst aan de hand van die bijzondere bouweisen. En daar hebben wij aan de basis gestaan en we hebben ook conceptrichtlijnen voorbereid voor het plaatsen van gedenktekens in Suriname. En dat moet nog een juridische grondslag krijgen. Dus een kleine organisatie, maar we hebben bergen werk verzet, mag ik zeggen. En wat zijn volgens u de grootste bedreigingen voor het Surinaamse erfgoed? Ik denk dat vooral het ontbreken van financiën voor het behoud van ons gebouwd erfgoed.
een van de grootste bottlenecks is. We hebben niet in tegenstelling tot andere landen geen restauratiefonds of onderhoudsfonds. Er zijn geen speciale belastingvoorzieningen voor monumenteneigenaren. En dit ding speelt al heel lang. En tot op de dag van vandaag hebben we dus deze voorzieningen niet voor particuliere monumenteneigenaren. En daardoor krijg je dat mensen, want restaureren kost eenmaal ontzettend veel geld. En als je geen ondersteuning krijgt van de overheid, dan krijg je dat mensen niet in staat zullen zijn om want niet iedereen heeft het geld om te onderhouden en te restaureren. Dan krijg je dat de gebouwen langzamerhand achteruit zullen gaan. En natuurlijk heb je mensen die ook opzettelijk de boel verwaarlozen. Dat heb je ook, niet alleen Suriname, all over the world. Maar dat is een van de grootste uitdagingen om te zorgen dat, eigenlijk hoort het zo, het is in het belang, het is in het algemeen belang dat onze monumentale panden zijn aangewezen tot een beschermde status hebben gehad en onderdeel uitmaken van de UNESCO Werelderfgoedsite. En dan is het billig dat de overheid eigenlijk inkomt en richting de monumenteneigenaren om te zorgen dat het erfgoed wordt behouden. Maar wat zie je gebeuren? Dat de overheid zelf het slechte voorbeeld geeft tot behoud van haar eigen monumentale erfgoed. In de afgelopen periode hebben we een paar keer gezien dat delen van monumenten of beelden zijn meegenomen, ook in de grote klok hier bij het oud-financiëngebouw was beschadigd geraakt. Precies. Wat is van die zaak geworden? Ik heb verder geen informatie erover. Ik weet niet als er aangifte is gedaan door het ministerie van Financiën, want formeel valt het onder het ministerie van Financiën, het beheer van het torengebouw. Ik dacht wel dat openbare werken de omloop, dus rondom de toren, wel waterdicht heeft gemaakt. Maar de koepel van de toren is nog altijd open. En met deze regentijd komt er ontzettend veel water naar binnen. En ik heb diverse keren aan de bel getrokken van de toren. De koepel moet dicht. Omdat in de toren hebben we een heel antiek uurwerk, torenuurwerk. En dat wordt momenteel ook nat. En water is niet goed voor dat uurwerk, maar men luistert niet. Er is een torenbel van meer dan 200 kilo hangt daar. En het ministerie van Financiën heeft ons jaren geleden al benaderd om advies, omdat er roestvorming plaatsvindt aan de ophanging van de bel. En de koepel is open, komt water naar binnen, roestvorming zet zich voort. En we gaan wachten tot die bel een keertje naar beneden gaat donderen en dan zijn we dat uurwerk kwijt. En we hebben grote schade aan het torengebouw. Het is wel de bedoeling, moet ik erbij gelijk bij zeggen, dat het torengebouw in PURP 2, want er komt een vervolg op het bestaande Paramaribo Urban Rehabilitation Program, dat het daar wordt gerestaureerd. Maar dat zal nog wel even duren. Want het is kijken wat er van terecht komt. Men bouwt nu vrolijk verder bij de DNA. En we zullen kijken wat de UNESCO volgend jaar, althans het Werelderfgoedcomité, welk besluit ze zullen nemen wat Paramaribo betreft. En u heeft eerder aangegeven dat in uw loopbaan u toch wel gemerkt heeft dat de bewustwording eigenlijk niet is wat het wezen moet. Maar u heeft ook zelf bijgedragen aan eigenlijk het opleiden van studenten, voornamelijk geschiedenisstudenten met als een onderdeel toerisme en erfgoed. Vindt u dat er daar bijdrage is geleverd om de bewustwording op gang te brengen? Ja, dus dat was een heel goed initiatief van de faculteit Humaniora, studierichting geschiedenis, om met een minor geschiedenis, erfgoed en toerisme te beginnen. Dan heb ik twee studie collegejaren aan als part-time docent wat bijdrage kunnen leveren. En recentelijk aan de minor erfgoedstudies, ook als part-time docent verbonden. En ja, dat is de eerste keer dat op dat niveau, academisch niveau, eigenlijk erfgoed werd onderwezen. En we hebben verschillende studenten gehad die zijn afgestudeerd. Sommigen zijn in de erfgoedsector terechtgekomen. Niet allemaal natuurlijk. Dus vanuit die
hoek is er dus ook een bijdrage geleverd. Maar nogmaals, wil je Surinamers bewust maken, dan moet je echt vanaf de basis beginnen te zeggen bij het basisonderwijs. En vanuit de stichting doen vooral mijn beide collega's doen ze heel veel aan bewustwordingsactiviteiten onder de verschillende basisscholen. Wat kan de Surinaamse bevolking nog meer doen om onze erfgoed te helpen beschermen? Weet je, er is een misvatting dat sommige mensen denken dat die gebouwen door die bakkeras zijn gebouwd. Weet je, het is totaal geen, als je kijkt naar de architectuur, de vormgeving, het is geen architectuur die in Amsterdam of Den Haag, whatever, welke andere stad in Nederland tegenkomt. Gebouwd erfgoed is gebouwd door onze eigen voorouders. Het zijn timmer- en metselslaven die hier die gebouwen hebben neergezet. Het Fort Zeelandia is zelf gebouwd door slaven. Het is niet gebouwd door de Nederlanders. Je had misschien wel een Nederlandse architect of bouwmeesters, maar het waren onze eigen voorouders. En dat hebben we vanaf het begin eigenlijk geprobeerd om het publiek bewust te maken van deze, het is ons erfgoed. Daarom is ons slogan is Kibri Sayu Abi, om aan te geven van behou wat je hebt. We hebben op onze Facebookpagina hebben we geprobeerd middels fotomateriaal waarbij historische gebouwen werden opgezet, oude foto's hoor. Hebben we aangegeven van kijk goed naar de foto's en kijk wie de timmerlieden zijn. Moet je me zeggen als je een witte man daar zit. Maar ook al zou het door die bakkeras zijn gebouwd, strikt juridisch genomen is het erfgoed per 25 november 1975 Surinaamse erfgoed. En in Ghana sloopt men het Elmina fort niet, want vanuit het Elmina fort werden de slaven van West-Afrika verscheept naar de West. Toch waren er ook naar Suriname. Men behoudt het fort en het levert behoorlijk wat inkomsten op voor de Ghanese overheid. Het is een inkomstenbron voor het toerisme. En daar is men bewust van hoe je het erfgoed kan inzetten en benutten. En ook voor een stukje bewustwording om mensen bewust te maken wat voor ellende die slavernij allemaal teweeg heeft gebracht. Dus wat dat betreft wil ik toch wel meegeven van mensen moeten het meer gaan zien als ons erfgoed. Ja. En u heeft net gesproken over hoe de stichting heeft geprobeerd om middels bijvoorbeeld posts op Facebook mensen bewust te maken van onze eigen erfgoed. Wat is uw mening over de toekomst van erfgoed in de digitale wereld? Ja, ik denk dat we gewoon mee moeten gaan met de digitale technologie. Om via die manier mensen bewust te maken. Het is wat kostbaar, maar ik denk dat je een bepaalde doelgroep ook daarmee kan bereiken. En zeker ook wat erfgoedtoerisme betreft, is die digitale technologie natuurlijk bij uitstek geschikt om dat toe te passen. En dan nog even enkele vragen over uw toekomstplannen na uw pensionering, zal ik zeggen. Wat zijn uw plannen voor uw pensioen? Ik ga dus per 31 mei met pensioen. Dat is mijn laatste werkdag. En ik blijf daarna verbonden als adviseur bij het ministerie. En daarnaast blijf ik ook als site manager voor die UNESCO Werelderfgoedsite. Dus, men zal nog te maken krijgen met mij. En daarna, ja, maar, zo denk ik zal dan weg zijn, maar nee. Hoe fit dat fit het, hè. Ik zal daarnaast nog betrokken blijven bij het Paramaribo Urban Rehabilitation Program. En nog bij de Stichting Joden Savannah. En voor mij is het erfgoed is mijn passie, het is hobby en werk voor mij. Dus het is. Als het vanwege het geld was, was ik al lang weg, want het is, de overheid betaalt gewoon ronduit slecht. Maar het voor mij, het is omdat ik van erfgoed houd, het is mijn passie, het is mijn hobby. Vandaar dat ik in deze sector ben gebleven en mijn bijdrage heb geleverd. Ja. En heeft u nog wat enkele adviezen voor degenen die een carrière in de erfgoedsector overwegen?
Er zijn mogelijkheden om in de erfgoedsector te werken. Het is geen vetpot, normaal, dat zeg ik vanaf het begin. Maar het geeft je voldoening om te werken aan het behoud en de bescherming van ons erfgoed. En als laatste vraag, hoe denkt u dat de toekomst van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname eruit zal zien? Nou, we staan er vanaf 1997 en we zijn op dit moment bezig de stichting te versterken. En de bedoeling is dat de stichting moet gaan uitgroeien tot eigenlijk een site management autoriteit, beheersorgaan voor de UNESCO Werelderfgoedsite. We hebben het al die jaren gedaan zonder eigenlijk juridische grondslag. De ene keer werkt het wel, de andere keer werkt het niet. Maar de bedoeling is wel dat er via een wet en regelgeving dat we zaken kunnen afdwingen, ook van onze eigen overheid. Heeft u aan het eind een boodschap aan de Surinaamse samenleving als het aankomt op onze erfgoed? Ik zou willen volstaan met onze slogan, Kibris Ayu Abi. We hebben waardevol erfgoed, niet alleen materieel erfgoed, ook we vergeten vaak het cultureel erfgoed. Die twee gaan hand in hand samen. Wees bewust van wat je hebt en waardeer en koester vooral het erfgoed. Het is een deel van onze geschiedenis. Soms is het negatief, maar ook het negatieve maakt onderdeel uit van het vormingsproces. En nogmaals, Kibris Ayu Abi. Dank u wel, ook voor uw bijdrage in de erfgoedsector. En ik zal zeggen, geniet van uw pensioen. Dank u wel, graag gedaan. Zo kijkers, de woorden van meneer Fokke waren duidelijk over het behoud van onze erfgoed. Eigenlijk zegt hij dat we als Surinamer allemaal de taak hebben om bij te dragen aan de bewustwording en liefde voor onze geschiedenis en onze erfgoed. Gaat u nog niet weg, want we hebben nog een tweede deel voor u. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van ons programma In Gesprek Met. We praten met Orpa Jackson over het belang van trainen van ondernemers. Blijft u kijken. Goedemorgen mevrouw Jackson, welkom bij ons programma In Gesprek Met. Alles goed met u? Gaat heel goed hoor, dank u. En met u? Waarvoor staat JACC Consultancy precies? So JACC staat voor Jackson Environmental and Chemical Consultancy. En we zijn een training- en consultancybureau. En wat doen jullie allemaal precies als ik hoor training- en consultancybureau? Kunt u het ons uitleggen? Ja, zeer zeker. Als training- en consultancybureau verzorgen we trainingen. We hebben productietrainingen en managementtrainingen die we verzorgen aan producenten. Maar natuurlijk ook mensen die een onderneming hebben. Zij kunnen dan ook bij ons zijn voor een aantal managementtrainingen. Yes. En als ik zo luister, wil ik graag weten hoe lang jullie bestaan. Hoe lang zijn jullie al op de markt? Yes, we zijn er sinds februari 2019 officieel bij KKF ingeschreven. Dus we zijn al ongeveer 5-6 jaar bezig in Suriname. En je praat over jullie en ik heb dus ook begrepen dat de organisatie bestaat uit meerdere mensen. Ja. Uit hoeveel mensen bestaat de organisatie en kan je ons even vertellen wat jullie dus doen, dus elk individu? Yes, momenteel bestaat het team uit 3 mensen. Ik ben de eigenares, tevens de managing director. Natuurlijk ben ik ook het meest gefocust op de trainingen en de projecten die er zijn. Maar los daarvan heb ik dan ook mijn team, dat bestaat uit Jericha. Jericha die houdt zich bezig met het coördineren van de bedrijfsactiviteiten. En dan hebben we Priya, zij houdt zich meer bezig met de microbiologische aspecten van projecten. Yes. Jullie zijn dus allemaal academisch geschoold, neem ik aan, want ik hoor microbiologie.
Welke achtergronden hebben jullie? Yes, ik heb een chemische achtergrond. In 2018 van het PTC afgestudeerd. Studierichting HLO gedaan, specialisatie chemie. En Priya in dat geval, zij heeft dan ook een bachelor achtergrond. Alleen heeft zij dan medisch gedaan. Ja, dus het microbiologisch gedeelte. En hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om JECC consultancy op te richten? Of eigenlijk gaan, ja, op te starten? Ja, zo, ik kreeg vaker de vraag van vele mensen over hoe je de kwaliteit van bepaalde producten kan bepalen. Mijn moeder zelf, die is ook zelf producent. En ja, doordat ik ook daarmee bezig was, mensen die me echt persoonlijk kennen, die weten dat ik ook een chemische achtergrond heb. En ze hadden dan sowieso interesse in de chemische aspecten van producten. Natuurlijk, om meer erover te weten, moet je dan natuurlijk de studie doen. En aangezien ik dat persoonlijk heb gedaan, heb ik toen besloten van waarom niet deze kennis gebruiken om dan te vertalen in simpele woorden, simpele informatie, om dan die over te brengen aan mensen die behoefte hebben aan dit soort chemische, maar ook microbiologische informatie. Ja. Bij de productie is het nodig dat mensen veilig te werk gaan en jullie verlenen dus daarin assistentie. Hoe gaan jullie te werk, als je hem in een nutshell kan uitleggen? Yes, so meestal wanneer producenten bij ons langskomen voor een gesprek, vaker beginnen ze eerst met de training. En doordat ze een training volgen, kregen ze dan ook begeleiding van ons. 30 dagen gratis ondersteuning. Dus op basis van de opgedane kennis, om even kort samen te vatten, de trainingen bestaan dan over het verwerkingsgedeelte, over het kwaliteitsgedeelte, hoe je het product moet verpakken, hygiënisch moet verpakken, om het dan te kunnen verkopen voor de potentiële klanten. Ze beginnen dan eerst daarmee, op basis daarvan, dan kiezen ze er bijvoorbeeld voor om dan bij ons te zijn voor meer ondersteuning en dan bij dat gedeelte komt het consultancy gedeelte, waarbij we dan met ons team, gespecialiseerd team, eigenlijk daar zijn voor ze, om ze dan adviezen te bieden, maar ze ook gewoon door het proces te laten doorlopen, goed te doorlopen, zodat ze dan uiteindelijk een goed en veilig en aantrekkelijk product op de markt te launchen. Ja. Eigenlijk vanaf het moment ze zich aanmelden, worden ze begeleid tot eigenlijk het eindtraject. Absoluut, ja, absoluut, absoluut. Maar de trainingen zijn ook heel simpel. Dus bij de training krijgen ze ook alle informatie, alle dingen die ze moeten doen om een veilig, lekker en hygiënisch product op de markt te brengen. Maar natuurlijk in ieder verschil. Dus indien ze nog meer begeleiding willen, dan hebben ze dan 30 dagen begeleiding van ons. Ja. En met welke branches dealen jullie het meest? Je praat over de productie van voeding, drank. Ja, dat is het meest. Maar bij ons hebben we 28 Surinaamse productietrainingen. We denken aan onder andere, net als wat u zei, de sappen, de stropen. We hebben ook onder andere de dingen zoals ketchup, barbecue saus, overheerlijke hot sauce, ook cassave producten, hoe je diepvriesproducten kan maken, diepvriesgroenten, sweet chili saus, ketchup. Dus een heleboel producten kan men bij ons leren maken. Producten met Surinaamse grondstoffen, maar natuurlijk krijgen ze ook kennis hoe ze het kunnen maken met andere dingen om dan andere varianten te produceren. Yes. Als we dus praten over voedselveiligheid en voedingsziekte, dan heb je dus een heleboel mensen die dus niet bevoegd zijn om dus bepaalde zaken te maken, omdat ze dus bepaalde trainingen niet hebben gevolgd en dus iets minder veilig te werk gaan om het, ja, een beetje netjes te zeggen. Maar wat voor adviezen hebben jullie voor zulke mensen die dus nog niet zulke zaken onder de knie hebben? Zoals advies, als u het nog niet weet, is het niet erg. We weten het sowieso, als mens weet u niet alles, maar natuurlijk moet u ergens beginnen. U kunt natuurlijk bij ons zijn voor de trainingen, maar als u bijvoorbeeld nog twijfelt welke training u nodig hebt, kunt u ook bij ons langskomen voor een intakegesprek. Het mooie van onze organisatie is dat we dan ook niet alleen focussen op, we verzorgen niet alleen trainingen in het Nederlands, we hebben ook trainingen die we verzorgen in het Alkaans, deels Saramakaans en Sranatongo. Bijvoorbeeld 18 mei hebben we ook een hele succesvolle training gehad, waarbij we dan 42 producenten in het Alkaans hebben getraind om hun eigen sappen, stropen, ketchup, barbecue sauce en ijsjes te leren maken. Dus ja, we hebben ruimte voor een ieder. Er is geen barrière bij ons. Zodra u wilt, kunt u gewoon bij ons zijn. En dan met ons team gaan we u sowieso assisteren. We merken dus dat in de districten, vooral Marowijne en Sipaliwini, je veel mensen hebt die dus zaken maken met grondstoffen. Hoe groot is dus die toeloop bij jullie? Het is best wel groot. Vandaar dat we dan ook
eerste week van juni, 6, 7, 8 juli zijn we dan ook toevallig daar aan die kant. We gaan dan eerst beginnen met Mungo. En wanneer we klaar zijn met Mungo, gaan we dan zaterdag 7 juni naar Albina om dan die mensen daar te assisteren. Maar we zijn nu eerst daarmee begonnen. Het wordt sowieso, doordat de vraag zo groot is, zijn we dan in dit geval genoodzaakt om dan ook naar andere districten te gaan. Omdat men ons sowieso nodig heeft. Dus we beginnen in dit geval eerst met Mungo. Daarna gaan we naar Albina en daarna gaan we kijken welke andere plekken of welke districten ons het meest nodig heeft. En dan zullen we dan natuurlijk ook een plan daarvoor maken om naar ze toe te gaan. Worden jullie wel eens benaderd door de overheid, door ministeries of dat soort van organisaties? Yes, inderdaad. We zijn vorig jaar nog benaderd door het kabinet van de vicepresident, de afdeling directoraat BME. Bureau monitoring en evaluatie. We zijn bezig met ze, we zijn in gesprek met ze. Dus als alles goed is gekeurd door hun en ook het ministerie van Financiën, dan zullen we dan ook beginnen met de districten. Maar in de tussentijd, aangezien de mensen ons nodig hebben en ze hebben de grondstoffen en ze willen beginnen met de productie, gaan wij alvast naar de mensen toe met onze eigen middelen. Ja. En je praat dus ook over een aantal bedrijven. Hoe groot is jullie bestand, dus jullie klantenbestand als het ware? Het is best wel groot. Wat ik al eerder zei, we zijn al 5, 6 jaar bezig met onze onderneming. Als ik zo goed even luid nadenk, vanuit onze onderneming hebben we dan ongeveer 20 bedrijven officieel geholpen, maar we hebben dan al meer dan 1000 mensen geholpen met de trainingen. Dus meer dan 1000 mensen hebben trainingen bij ons gevolgd de afgelopen 6 jaren. En dan vanuit die 1000 mensen hebben al 20 van ze waarvan we weten dat ze al een onderneming hebben gestart. En niet alleen mensen in Suriname, krijgen ook mensen die vanuit Nederland komen, vanuit België, vanuit Frans-Guyana, die speciaal in het weekend dan bij ons zijn op kantoor om de trainingen ook te volgen. Dus internationaal heeft men ons ook nodig, dus we kijken ook naar de mogelijkheden om dan richting die kant te gaan. Ja. Zijn jullie de enigste in Suriname met zo'n bedrijf en deze expertise? Tot zover ik het weet niet, maar wij zijn de enige die zo uitgebreid bezig zijn met de producenten. En wij zijn de enige die de mensen ook begeleiden. En we hebben ook in dit geval het compleet team. We hebben een chemicus en een microbioloog in huis die de mensen natuurlijk kunnen helpen met de kwaliteit, met de veiligheid en natuurlijk ook dingen zoals marketing van de producten. Ja. En wat zijn jullie ervaring tot nu met de bedrijven? Wat is het meest opvallende dus dat jullie constateren, zal ik zeggen? Hetgeen dat we het meest constateren is dat vele mensen meestal op gevoel produceren. Dat is een Surinaams ding eigenlijk. Maar wanneer ze komen, dan leren ze over de standaarden. Bijvoorbeeld, hoe kan je een vast recept hebben om dan je kwaliteit constant te houden? We hebben ook gezien bijvoorbeeld, als u een vaste klantengroep wil hebben, dan moet u sowieso een vast recept hebben, zodat u dan op lang termijn, dus duurzaam bezig zijn, op lang termijn kunt u dan continu hetzelfde lekker en goed product blijven produceren voor de klanten. Maar als je op gevoel produceert, is het ene moment goed en het andere moment weer niet goed. Dus de mensen krijgen alle kennis, alle tools van ons, zodat ze dan met de minimale middelen die ze hebben, dat ze dan toch wel een goed en aantrekkelijk manier op lang termijn kunnen blijven produceren voor hun vaste klanten. Ik hoor u iets belangrijks zeggen, mensen produceren op gevoel. Hoe belangrijk is het dus dat mensen dus op één lijn blijven en dus klanten niet teleurstellen, want we horen soms ook wel klachten van mensen van ja, die sappen gaan achteruit of ik heb iets gekocht en dat ding proeft anders dan voorheen. Hoe belangrijk is dat? Het is heel belangrijk, vooral voor de klanten die u kennen. Bijvoorbeeld als u een goed product hebt en u blijft de kwaliteit behouden, dat betekent ook dat u dan de vaste klanten gaat behouden. En dat kan dan ook resulteren in een vaste maandelijkse inkomen. En dat sommige klanten kunnen echt langtermijn klanten zijn, kunnen klanten zijn die jaren bij u opkopen. Dus als u een hele grote groep daarvan hebt, kan dat sowieso resulteren in meer inkomen, meer winst. Dus u moet sowieso de klanten zo tevreden mogelijk stellen, zodat ze dan vaste klanten kunnen zijn en blijven. Dat ze loyale klanten zijn van u. En wat is eigenlijk jullie doel met de organisatie? Ons main doel, hoofddoel is om dan
kennis over te dragen aan alle Surinamers. Bijvoorbeeld met onze training van 18 mei, onze doel was Leave No One Behind, dat van de SDG. En maakt niet uit wie je bent, maakt niet uit welke taal je praat. Zodra je produceert, zodra je grondstoffen hebt en u wilt iets doen, dan kunt u bij ons zijn voor kennis. Zodat u dan met die kennis dan eigenlijk iets lekkers, iets aantrekkelijk en uniek kan maken voor uw klanten. En zodra u dat doet, dan kunt u sowieso ook zelfvoorzienend zijn. Dat betekent dat u dan uzelf kan onderhouden in uw eigen behoeften. U kunt beter voor uzelf zorgen, beter voor uw gezin zorgen. Ook beter voor uw eigen community, uiteindelijk ook uw land. Dus om de mensen kennis te geven, zodat ze zelfstandig hun producten kunnen maken. En dat natuurlijk op lang termijn. Ja, je zegt iets belangrijks, lang termijn. En wat is jullie lang termijn visie? Willen jullie gaan uitbreiden? Willen jullie dus de zaak groter maken? Wat willen jullie eigenlijk gaan doen in de toekomst? Yes, absoluut willen we zeker groter worden. In dit geval kijken we dan ook naar het buitenland. Wat ik al eerder zei, we krijgen ook vaker klanten uit het buitenland die bij ons komen voor de trainingen. We zijn al 6 jaar ongeveer bezig in Suriname. En aangezien de behoefte ook is in het buitenland, dan zijn we nu momenteel bezig met de activiteiten, de plannen, om dan ook richting die kant te gaan, zodat we dan ook meer internationale klanten kunnen binnenhalen. Maar natuurlijk, onze Surinaamse klanten die blijven er, dus er is ook een team hier in Suriname die de mensen zullen assisteren om dan met adviezen, met trainingen, zodat ze dan nog steeds hun producten goed kunnen blijven maken en dat ze dan daardoor ook meer inkomen kunnen genereren. Een belangrijke vraag die ik ook in mind heb is, wat kunnen Surinaamse bedrijven meer doen om beter te gaan produceren? Yes, als ik kijk naar de kleine en middenklasse ondernemers, de SME's, het zou heel goed zijn als ze zelf zouden planten. Zelf planten zodat u dan een deel van de kosten van inkoop kan verminderen. Dat is 1. Maar natuurlijk ook partnerschappen aangaan met strategische landbouwers of strategische bedrijven. Als het planten nog niet lukt, is het altijd goed om te kijken met wie u kunt partneren. Betrouwbare mensen natuurlijk. Om dan zodoende jouw grondstoffen ook kan de inkoop van je grondstoffen kan garanderen. Yes. Dus partneren, samenwerken als het nodig is. En natuurlijk ook ervoor zorgen dat u dan een goed team hebt. Een goed team met de juiste competentie. Want dat kan u sowieso ook helpen om uw diensten en uw producten beter te leveren en beter te bieden aan uw klanten. Ja. Wanneer kijken jullie uit als het gaat om samenwerking met de overheid? Is er iets dat jullie graag dus willen hebben van de overheid, dus als ondersteuning om dus meer mensen tegemoet te komen? Yes, wij zouden wel een snellere samenwerking willen hebben. Want we hebben meerdere keren getoond dat er een behoefte is. We hebben zelf getoond dat we het zelfstandig kunnen doen. Maar om landelijk en om nationaal bezig te zijn om mensen beter en sneller te helpen, is het wel belangrijk om dan de productie echt op de prioriteitenlijst te zetten. En kennisoverdracht, trainingen, dat zijn sowieso dingen die belangrijk zijn. Dus als het op de prioriteitenlijst is, dat betekent dat het dan dat projecten net als die van JEC, maar ook de andere organisaties die ook bezig zijn met de productie, hun projecten zullen dan in dit geval ook sneller goedgekeurd kunnen worden. Zodat ze dan mensen sneller kunnen helpen. Dan kunnen die mensen dan natuurlijk ook sneller produceren. En daardoor ook hunzelf, hun familie en hun community eigenlijk beter van dienst zijn. Dus een snellere procedure zou dan heel handig zijn. Want we hebben wel getoond dat we het werk aan kunnen. En we hebben ook getoond hoe professional we zijn en dat we ook een goed team hebben. Dat hebben we de afgelopen 5-6 jaren bewezen. Dus gewoon sneller werken, zeg maar. Okay. En als laatste vraag heb ik natuurlijk, wie hebben jullie het meest over de vloer gekregen als producenten, mannen of vrouwen? Vrouwen natuurlijk. waarom die ontwikkeling eigenlijk? Vrouwen zijn heel creatief. Men zegt het vaker, uit niks kan vrouw iets maken, iets positiefs heel vaak. En we hebben gezien dat met hun minimale grondstoffen, minimale middelen, kunnen ze iets aantrekkelijk maken. Alleen weten ze niet altijd hoe ze dat moeten doen, hoe goed ze dat moeten doen. En daarom nemen ze ook vaker het initiatief om zichzelf te scholen, om bij ons te komen. Maar onze grootste klantengroepen zijn vrouwen,
Zij zijn dan de basis van onze onderneming. Zij hebben ons vanaf het begin ondersteund. En vandaar dat we dan ook hier voor ze zijn, maar natuurlijk ook voor de mannen. We hebben bijvoorbeeld de groep van zaterdag hebben we 2 mannen gehad uit de groep van bijna 80 mensen. Maar de vrouwen zijn natuurlijk onze supporters het meest. Waar ligt het, waar schort het bij de mannen aan? Dus denkt u dat ze bang zijn om te ondernemen? Of denkt u dat ze dus weinig initiatieven in hun hoofd hebben? Ik zou niet echt met zekerheid kunnen zeggen, maar ik heb het gevoel van dat het ligt aan de duur van het productieproces. Produceren neemt heel veel tijd, je moet goed kunnen plannen en organiseren. En vrouwen zijn heel goed daarin. Dus ik denk dat het wel meer daaraan ligt. Dat mannen denken meer van dat zij de motor willen zijn, dat ze meer willen gaan managen en zo. Terwijl vrouwen zijn het plannen, het maken van een productieplanning, nagaan van wat moet ik kopen. Hoeveel moet ik het kopen? Waar kan ik kosten besparen? Dus vrouwen zijn heel goed daarin. En daarom zien we dan ook, is het ook bewezen dat zij onze grootste klantengroepen zijn. Ja. Dank u wel, mevrouw Jackson, voor al die nieuwigheden en ook al het nieuws dus dat u voor ons heeft. En ik zou zeggen, nog succes met de organisatie. Dank u wel, meneer Paulus. Zo kijkers, met deze woorden van mevrouw Jackson zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel hoorde u mijn collega Richelle Maknak in gesprek met Stefan Fokke over zijn pensionering bij Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer.